Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking boven Nederland en een paar plukjes boven de Noordzee en het noordwesten van Duitsland. De dag begint dus zonnig. Sommige plaatsen kan het nog wel heel even mistig zijn, maar dat lost in de loop van de ochtend op. In de loop van de ochtend komen er vanaf de Noordzee ook een paar wolken het land binnendrijven. En die trekken vooral over het noorden en vanmiddag ook richting het oosten en midden van het land. In het zuiden blijft het hele dag zonnig. De wind neemt geleidelijk toe van 1 à 2 naar 3 à 4 boven voor, en het wordt 16 à 17 graden. Vanavond is het nog lang helder, koelt het snel af, maar in de loop van de nacht gaat vanuit het noorden de bewolking toenemen en dan wordt het grotendeels bewolkt. Morgen overdag beginnen we grijs en bewolkt. Later op de dag breekt dan de zon weer door, eerst vanuit het zuiden. Temperaturen: 16 à 17 graden en de wind is opnieuw rustig. Kijken we naar het weer de rest van de week, dan zien we dat de wind uit het oosten tot noordoosten blijft waaien. En daardoor houden we eigenlijk min of meer hetzelfde weerbeeld. Flinke zonnige periode, droog weer, maar af en toe zijn er ook wat meer wolkenvelden. En het noorden maakt daar steeds de meeste kans op. Temperaturen veranderen ook niet. 15 tot 17 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.